We gaan eventjes terug naar het jaar 1966 en alles moet anders. Het is een nieuwe wereld die wordt geboren met eigen muziek, mode en een eigen moraal. Het einde van een preutse generatie, denken we. Dat kan je wel zeggen volgens mij, de jaren 60, dames. Ja, zeker. Zeker. Ja. We hebben vandaag Pip Lieke Lucas bij ons en Eva van der Post. Het zijn twee actrices die spelen in Sympathy for the Devil. Het is een meedogenloze muziektheatervoorstelling over twee sensationele jonge vrouwen. Dames ook, goedemiddag. Goedemiddag. Wie spelen jullie? Ik speel Marianne Faithfull. Bekende naam. En ik Anita Pallenberg. En wat hebben deze twee vrouwen met elkaar gemeen, behalve de muziek? In eerste instantie. Hoe komen ze elkaar tegen? Muziek is eigenlijk tweede instantie. Oh. Ja, denk ik. Ja. In eerste instantie hebben zij elkaar ontmoet omdat zij allebei bij de Rolling Stones rondhingen. En doordat zij allebei liefjes van een Rolling Stone zijn geworden, hebben zij elkaar als vriendinnen eigenlijk in die jaren steeds beter leren kennen. En nou ja, tot het einde van in ieder geval Anita haar leven hebben zij contact gehad. Dus, ja. We schrijven dan midden jaren 60 ook. Ja. Jullie verbeelden dat ook? Kun je daar een beeld van geven? Hoe ging dat in die tijd? Ja, het was echt een tijd waarin alles soort van ondersteboven moest en er nieuwe regels en nieuwe ideeën geboren werden. We maken vooral een contrast zichtbaar dat Marianne Faithfull was pas 17 toen zij door de producer van de Stones naar voren werd getrokken en ineens met As Tears Go By naar voren werd geschoven als nieuwe hit. Ja, want hoe zat dat precies? Want de Stones hebben dat nummer geschreven, althans Keith Richard heeft dat geschreven met Mick Jagger. Ja, ja. En die hebben haar dat nummer gegeven. Ga jij maar lekker dat plaatje. Ja, de producer die dacht, dit is een hartstikke mooi meisje, daar heb ik een song voor nodig, Let's Go. En hij had gelijk. Maar zij was nog heel jong en eigenlijk, ja, god, netjes, heel erg onschuldig. Onschuldig, onbedorven, ja, nog. Onbedorven. Ja. En Anita Pallenberg daarnaast was 5 jaar ouder, zat al iets dieper in de materie en ook meer een vrouw van de wereld. Zij was model en vloog al op haar 18e naar New York en kwam uit Italië, maar heeft ook in Duitsland gewoond, Parijs, Londen. Zij was echt een soort wereldvrouw en vond dat het anders moest. Zij was echt tegen de bestaande regels en tegen de... Ja, een hippie. Wat zeg je? Een hippie. Echt een hippie. Een, ja. Ja, en daar liep ze echt in vooruit. Dus zij heeft Marianne een beetje opgeschud. Werd zij een beetje een moederfiguur voor Marianne? Of zoiets van, nou, ja, ik weet hoe nou, het een beetje werkt. Moeder, dan niet echt. Moeder zou ik ook weer niet zeggen. Hm? Maar ja, zij heeft haar wel een beetje erin getrokken in de andere kant. Ja. En ja, niet alleen Marianne. Ik denk dat Anita en Marianne later ook samen echt een voorbeeld zijn geweest voor heel veel vrouwen, maar ook misschien jongens uit die generatie die ineens voelden in de jaren 60, er moet wat gebeuren. Ja, dat was zo. Maar ja, eigenlijk waren het gewoon twee feestbeesten. Die gewoon alleen maar die feestjes afliepen. Zeker. Maar ze stonden ook wel echt voor iets nieuws. Weg met dat preutse gedoe en dat handjes boven de dekens. En ja, gewoon laten we leven. We bepalen zelf wat we willen. Ja, precies. En dat is... Daar heeft Anita denk ik ook bij de Stones een grote rol in gehad. Ja, want daar heb je het. Want het zijn twee meisjes toen die tijd eigenlijk nog. Ja. Die in combinatie komen met een grote rockband, de Rolling Stones. En daar gaat ook deze voorstelling over. Die combinatie van die twee dingen. Want het is ook een muziekvoorstelling. Dus er komt veel muziek uit de jaren 60 voorbij. Ja. Misschien alleen Rolling Stones of alleen, meer? Alleen Stones en songs van Marianne Faithfull. Precies, ja. Ja. Want die heeft twee of drie hitjes gehad. En dat was het dan ook. Ja, zij heeft met Mick nog Sister Morphine samengeschreven. Die Marianne eerst zelf heeft uitgebracht, maar die toen uit alle schappen werd gehaald, omdat omdat ze het een soort pro-drug song vonden. En toen is de Rolling Stones daar later mee van doorgegaan en die heeft het op hun eigen album Sticky Fingers gezet. Dus die hebben zij nog samengeschreven. En eigenlijk toen dat Stones tijdperk voorbij was voor Marianne, heeft ze altijd zelf nog muziek geschreven. Ja. En het waren liefjes, hè, van de bandleden. Zeker. Anita begon met een relatie met Brian Jones. En ook Brian was net als Anita echt een soort koploper in die mode en het uitdragen van die nieuwe tijd. En Brian Jones was echt de oprichter van de Rolling Stones. Ja, dat heeft hij zelf in ieder geval ook altijd zo gezegd. En dat heeft hij ook heel lang willen zijn. Maar dat is natuurlijk na een aantal jaar een beetje misgegaan. Zowel bij Anita en Brian is de relatie uitgegaan, maar ook tussen Brian en de band begon er heel veel te schuren, want
Er werd veel drugs gebruikt, maar uiteindelijk wilden ze wel en ze ook voor aanwezig zijn, repeteren, albums opnemen. En met Brian ging dat steeds minder soepel. Dus in onze voorstelling ga je ook meemaken dat zeg maar, het succes van die Stones ook de ondergang voor onder andere Brian Jones is geweest. En ook in die relatie met Anita. En toen de relatie met Brian Jones voorbij was, is zij met Keith Richards op stap gegaan. Ze heeft gewoon die band systematisch afgewerkt. Ja. Van, wat blijft er nog over op nou, een gegeven moment? Ik zal je wel zeggen, bij Keith is ze de rest van haar leven gebleven. En heeft ze ook 3 kinderen gekregen. Ja, zeg ze. Ja. Wat veel mensen zullen zeggen, die tijd ook en nu nog, ook voor de Stones, het is toch één grote seks, drugs en rock'n'roll. Ja. Maar daar zijn jullie jonge vrouwen. Liefde, ja. Hoe hebben jullie ingeleefd in die tijd? Veel gelezen, muziek geluisterd. Ik moest eerlijk zeggen, ik was nog niet helemaal in de Stones muziek. Nu inmiddels wel. Mm. Dus veel geluisterd, gelezen. Veel LSD gebruikt. Geprobeerd. Ik heb het idee dat die mensen in die tijd alleen maar namen. In plaats van brood nam je wat LSD. Wat gaan we zien volgende week op het podium? Hoe? Kan je dat eens kort omschrijven? Ja, je gaat een band zien, Stone Sessions, 6 mannen... die al 5 jaar lang toeren met Stone Sessions als een Stones cover band. Wat ze ongelooflijk goed doen. En je ziet die mannen de muziek spelen en deze 2 vrouwen... die de verhalen van Anita en Marianne in combinatie met die Stones vertellen... En daarnaast is er een heel groot projectiescherm waar heel veel beelden op te zien zijn. Dus we hebben eigenlijk 3 disciplines. Het toneel, de muziek en de video die samen de soort van trip van de jaren 60, 70 vormgeven. Waar je echt even terug kan naar die tijd. Maar ook denk ik, hoop ik, dat je een drama en een verhaal ziet die je nog niet kent. Ja, want er is zoveel over te vertellen. Zeker in die periode. Ja. Want ja, ik wist ook niet alles over deze 2 dames. Maar ik heb me eventjes een klein beetje ingelezen. En dan denk je, dit is smullen. Ja, want het gebeurt van alles natuurlijk. Nee. Dat is zeker geen saai. Jullie hebben al wat voorstellingen gespeeld. Behoorlijk wat voorstellingen. Hoe zijn de reacties van de mensen? Zijn dat voornamelijk de wat ouderen die zeggen... ja, ik kom uit die tijd. Het is precies zoals ik me had voorgesteld. Of is het ook een eye-open dat ze zeggen... ik wist een hoop dingen eigenlijk helemaal niet. Ik denk allebei. Ja, de echte diehard fans, die kennen ook de vrouwen. Mm-hmm. Die weten dat zij lang onderdeel zijn geweest van het leven van de Stones. Maar ook een heleboel mensen die zeggen inderdaad... wow, die muziek kende ik wel, maar deze verhalen helemaal niet. En toch ook veel Stones muziekliefhebbers... die niet super vaak in het theater te vinden zijn. Dus wat heel mooi is, is dat we wel die 2 disciplines... bij dat muziek en dat theater bij elkaar gebracht hebben... waardoor je eigenlijk voor ieder wat wils er is. Ja, want Stones muziek is eigenlijk niet iets om in een rood pluche te gaan zitten... lekker achterover luisteren naar rustige muziek. Maar dat gebeurt hier dus wel. Ja, dat maakt het wel extra leuk. Ja. Hoe kijken jullie nu zelf tegen die Stones aan? Oeh, tegen de Stones, ja. Ik bedoel, die gasten die treden nog steeds op. Zo bij tijd en wijle zijn ze weer in het nieuws. Zijn ze ook in Nederland. Mick die is regelmatig in Amsterdam. Want daar zit het hoofdkantoor. Nou, ik heb wel een beetje een soort... Ja... Is het een haat-liefde-verhouding? Ja, het is een haat-liefde-verhouding. Want wij zijn ons natuurlijk heel erg gaan richten op die vrouwen. En eigenlijk alle documentaires en films en verhalen... die vanuit de mannen worden gegeven... komen deze 2 dames niet in voor. Terwijl ze toch echt een heel groot onderdeel van hun... ook van hun succes zijn geweest. Mm-hmm. Alsof ze verzwijgen. Ja. Zo van, is niet handig voor ons imago, we gaan door. Of er is te veel gebeurd, we gaan door. Wat ik ook kan begrijpen, want je wil als band ook gewoon... dat succes begonnen, dat is... ongelooflijk groot geworden. Maar ik denk toch, deze vrouwen hebben echt wel meer betekend... dan zij nu de wereld laten weten. Zeker Marianne heeft Mick Jagger heel erg geïnspireerd... met teksten, met poëzie, met gewoon verdieping... en redenen tot schrijven, redenen tot muziek maken. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel goed dat we dat vertellen. En is het verhaaltje ook rond? Of zou je zeggen, er is nog zoveel meer te vertellen over deze 2 dames. We kunnen daar rustig nog een Sympathy for the Devil part 2 van maken. Ja, eigenlijk belichten we in de voorstelling 5 cruciale jaren. En dan stopt het verhaal van Marianne tot daar. En eigenlijk stopt het bij het punt dat zij als junk op straat belandt, niks meer heeft... onafhankelijk is, autonomie heeft bereikt. En dus je zou kunnen denken... er kan nog een hele nieuwe voorstelling over alles wat daarna komt. Ze leeft nog steeds, hè? Ja, ze leeft nog steeds. Nog, ja. In de 80 is ze, denk ik. De voorstelling eigenlijk in haar hoofd. Dus we beginnen bij de oude Marianne Faithfull... die nog steeds bij ons is.
En we duiken in haar hoofd terug de jaren 60 in. Dus het zijn echt de 5 jaren dat Marianne Faithfull met Mick Jagger is geweest en alles wat daar omheen gebeurde. Dat is de jaren 65 tot 70 ongeveer. Ja, volgens mij wel. Zoiets. Ja. 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 En eigenlijk is ook de rol van Anita Pallenberg. De voorstelling gaat niet over haar, nee. Maar gaat over wat zij voor Marianne betekend heeft. En wat de jongens voor Marianne betekend hebben. En wat Marianne voor hen. Dus het is echt een aaneenschakeling aan. Dus dat lieve kleine meisje Marianne, die daar als 17-jarige binnenhobbelde, die kwam later op straat als een junk. Ja, terecht. Ja. Een gezellig verhaal voor om een mooie avond te kijken. Heel gezellig, ja. Ja, ja. Ja. Nou, maar het is wel mooi dat je dat soort verhalen hebt. Want ja. Mensen kijken waarschijnlijk heel anders tegen haar aan. Zeker, ja. Als je dat allemaal niet weet, dan denk je, nou, dat is gewoon weer een zangeres. Ja, nou, maar ja. En wat ik wel echt heel mooi vind aan haar, is dat ze is zo diep gevallen, om het zo te zeggen. Maar de muziek heeft haar er ook weer bovenop geholpen. Dus het feit dat zij weer is gaan schrijven en platen is gaan maken, heeft haar weer inkomsten gegeven en ook weer een leven en een doel of zo. Ja. Ja. Dus die muziek is heel belangrijk. Nou, dat is één belangrijk stuk wat jullie ook zeiden, van dat is eigenlijk voor deze voorstelling ook wel heel erg belangrijk. Dat is dat Born to Live. Ja, dat is een lied die Marianne Faithfull op haar laatste album heeft uitgebracht. En dat is een ode aan de vriendschap die ze met Anita Pallenberg had, die dus inmiddels overleden is. En daar gaat de voorstelling toch ook wel heel erg over die vriendschap tussen die twee vrouwen en wat zij voor Marianne betekend heeft. En Born to Live is daar een soort. Ik denk dat dit een teken is van Anita. Ja, ja, het licht gaat uit. Ja. Nou, laten we er naar gaan luisteren. Ja. Op welk moment in de voorstelling zit het? Dat zullen mensen thuis die het nu luisteren een beetje weten hoe de omgeving is dan. Dit de sfeer. Is het laatste nummer in de voorstelling. Oké. Okay. Ja. Het is nog te zien trouwens op 22 december in de Meerpaal in Dronten. To live and born to die, aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way, as usual, nothing's as it seems, but to die a good death is my dream, and I wish it for all I know and love, way down below and high above. We're born to die, no one to blame. Born to love, from me. I hate to lose old friends. Blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you, and I wish it for all I know and love, deep down below.
above. We're born to die, no one to blame. We're born to love, we're all the same. Hier hoor je eigenlijk alles in, volgens mij, in deze muziek, denk ik. Hè? Ja, een heel leven. En wat zij ook zegt, ja, eventjes zo in een paar minuutjes tijd komt alles even voorbij. Maar je hoort in die stem, daar is wel echt heel veel gebeurd. Mm-hmm. Echt zo'n doorleefde stem op een piano die ook alles heeft meegemaakt. Dat is het eerste wat opvalt. Ja, de piano vertelt nog meer dan dat zij zelf eigenlijk vertelt. Mooi. Het is ook een beetje, wat is de prijs van roem? Krijgen we dat te horen die avond? Of is dat iets wat je zelf eigenlijk maar moet invullen? Want dat is wel mooi van het theater. Natuurlijk. Nou ja, ja, je ziet wel hoe dat een leven kan beïnvloeden. En hoe je daar je keuzes op gaat baseren. En hoe je verder van jezelf verwijderd kan raken door roem. Ja. Heel moeilijk misschien. Denk je dat als ze hun leven over zouden moeten doen, dat ze het anders zouden hebben gedaan? Nee. Eva zegt echt absoluut nee, zeker niet. Volgens mij... Marianne zegt in een interview niet al te lang geleden, geloof ik... never apologize, never explain. Dus zij heeft zoiets van, ja... Hoe is het met haar? Ja, nou ja... Wanneer heb je dan een lijn gehad? Heeft ze iets over jou gezegd al? Nee, ze heeft niks over mij gezegd. Zou ze van dit bestaan afweten? Zij is dus door COVID in een coma beland. Daar is ze weer uitgekomen. En... kort daarna heeft zij nog een interview gegeven voor de Volkskrant, geloof ik. Mm-hmm. En daar is ze nog even sassy als ze altijd is geweest. Ja. Dus ja, ik weet verder niet hoe het met haar gaat, alleen ze... Het leuke is wel, als je zo'n rol speelt, voel je dan ook een soort verbondenheid die altijd een beetje in je blijft zitten ook? Met Marianne. Of met Anita. Ja, je hebt je zo in verdiept. Je hebt je toch wel echt heel erg verdiept in, als er, in iemand. Als er iets op de radio is of wat Tuurlijk, dan ook, dan heb je altijd zoiets, ik weet waar het over gaat. Ja, zeker. Ja. Al is het toch ook wel echt een momentopname. Dus Anita Pallenberg is een vrij ongrijpbare vrouw geweest, naar mijn mening. Ook door velen toch wel als een angstige vrouw omschreven. De mannen waren ook behoorlijk bang voor haar. Ze had ook wel wat met zwarte magie en wat mystieke, ongrijpbare kanten. Ook ja, vrij duivels daarin. Ook tegenover Marianne, maar ook tegenover de mannen. Ook heel sterk in wie zij gewoon... Zij was wie ze was en daar is ze trots op en zal nooit spijt hebben. Maar ook een soort hardheid dat ik niet echt weet wat daar nog achter zit. Ja. Ja. Dus misschien zit daar wel een hele kwetsbare vrouw achter, maar dat is nergens te vinden. Of meestal zien. Wel. Hè? Meestal wel, maar dat weet je niet. Dus wij hebben natuurlijk ook maar de informatie die we hebben gevonden in biografieën en documentaires. En dan houdt het ook op. Oké. We moeten er een einde aan breien. Te zien op 22 december. Het leuke is, ik krijg net een briefje onder mijn neus geschoven dat we kaarten mogen weggeven voor dat optreden op 22 december. Ja. Facebook, hou dat in de gaten. Ja, ga naar onze Facebookpagina toe van Omroep Flevoland om kans te maken op die kaarten voor donderdag 22 december in de Meerpaal in Dronten. Dank jullie wel. En heel veel toi-tono met deze mooie voorstelling. Dank je wel.